CG, oftewel wat gek geeft. Precies. Dit soort bibliotheekboeken kom je heel vaak tegen. Maar het is tussen de 50 cent en een eurotje wat iemand die ervan af wil. Okay. Maar niettemin, als je tijd hebt en je wil de wereld ontdekken, ook buiten de Afrika aan de wijk, altijd goed. Het laatste boek, Kleurenvrucht, helaas een beetje beschadigd door pennenstreken. Ja. Misschien ooit van een Volendammer geweest, want alleen de luchtfoto van Volendam ontbreekt. Dus misschien dat hij bij Jantje Smit of een andere Volendamse zanger aan de muur hangt. Was hij in een goede conditie geweest, dan zit je tussen de 6 en 7 euro aan waarde als die compleet is. Het is massaal uitgebracht, want het is van de firma Douwe Egberts en er werd ook koffie gedronken in Nederland. Om de prijzen te verzamelen. Ja. Dus ja, u bezit, u heeft er een paar duurdere boekjes tussen. U heeft ook een paar boekjes tussen die u gewoon zelf kunt behouden om te kan denken van nou, ik zet ze in een weggeefkast, want die zie je natuurlijk ook in de Afrikaanse wijk opduiken. Ja, precies. Ja, genoeg. En een weggeefkast is voor de meeste mensen een leuke manier om geen boeken te hoeven weggooien, maar dat ze denken van, ik ken de persoon die erin geïnteresseerd is niet, maar ik zet het erin, zodat een ander er nog blij mee is. Ja, klopt. Ik heb heel veel kinderboeken ook in de weggeefkast gezet. Die stond in het klooster. Ja, inmiddels niet meer, maar dat is fijn dat je ze niet hoeft weg te gooien. Ja. En mochten dus mensen inderdaad zijn uit de Afrikaanse wijk die mij willen bezoeken vanwege een taxatie, vanwege een brandende vraag. Ik werk bij Stichting Corridor, Helwinkel Uitdaging, Stadhoudersweg 7A Rotterdam. Met tramlijn 25 goed te bereiken, uitstappenhalte Walenburgerweg. Okay. We zijn geopend maand tot met vrijdag van 10 tot 4. Kunnen mensen mij altijd bereiken voor een leuk gesprek, een goed gesprek. En eventueel ook oude boeken inleveren tegen het puntensysteem wat we hanteren. Ik ga een kijkje nemen. Is goed, ik maak u graag lid. Inschrijving 10 punten cadeau. En u kunt gelijk wat dat betreft deelnemen aan het systeem. Gaan we doen. Heb ik toch nog de dag een beetje mooi voor u kunnen maken? Maar ja, nee, geweldig. Ja hoor, helemaal goed. Dan wens ik u heel veel succes met de drukke periode die voor de boeg ligt in het kader van de gemeenteraadsverkiezing in Rotterdam. Precies. En de wijkraadsverkiezing. Kunnen mensen u nog bezoeken tijdens een debat wat plaatsvindt ergens? Ja, maar dat is nog niet bekend. Het is wel zo dat ik dinsdagavond in buurthuis Irene alvast ga oefenen met theater Irene. Dat is een leuke ontwikkeling. En misschien kunnen ze komen kijken of meedoen. Ja. Vooral als ze het ook leuk vinden om met theater mee te doen. Iedereen is daar welkom. En het is ook veel improvisatie. Ja. Maar het is ook een hele fijne groep, een hele fijne regisseuse. Ja. Het lijkt mij heel interessant ook voor, want ik zit gelijk met u mee te denken. Ik ben zelf radiodiscjockey bij Radio Comma Candra. Van de Gouvernestraat, okay. Het gebouw Odeon. En als u het leuk vindt, dan kan ik met mijn collega Renato Cruni, die hier nu niet aanwezig is, kan ik u in zijn show ontvangen als studiogast, waar u gewoon een beetje kunt, ik zeg niet het woord promoten, want dat wil ik niet gebruiken, maar dat u gewoon inderdaad over de wijk gaat kan praten, over de Afrikaanse wijk, wat u bezighoudt, wat u misschien zelf ook in gedachten hebt om met de wijk te doen. Want er zitten ook een hoop luisteraars binnen Rotterdam bij Radio Comacandra via Facebook stream www.comacandra.stream te luisteren. Ook in de Afrikaanse wijk? Ook in de Afrikaanse wijk. Dan kom ik zeker, ja. Die dan wat dat betreft uw verhaal horen. En dat ze dan toch denken van nou, die Margreet Roning, die zit in ieder geval bij de Bende van Vijf. Wat voor een amusante jeugdserie was in pocketvorm uitgebracht. Oh, geweldig. Ja, super. Maar het programma van Renato Kruder en ondergetekende, dat vindt dan plaats op maandagmiddag. Van 14:00 tot 16:00. Dus als u het schikt, dan komt u gezellig langs. Prima. Dan zien we elkaar. Zeker weten, Margriet. Dankjewel. Dit was Margriet Reuling, haar taxatie van boeken. En ze komt ook gezellig aanstaande maandag bij de show van Renate Kruder in beeld. Dus als mensen wat vragen willen stellen, dan kan het altijd via de Facebookpagina van Renate Kruder, Chantal Arts of Erik Tulling. En wij zorgen dat Margreet Reuling wat dat betreft de vragen over de wijkraden of de problemen in de Afrikaanse wijk van tevoren te zien krijgt, zodat ze daar ook een antwoord op kan geven. Dank u wel. Graag gedaan.